Pieter Kroon is chronisch ziek en zit daarom sinds een aantal jaar in een rolstoel. Hij krijgt hulp van zijn vrouw Maroeska, maar omdat zij werkt is ze niet altijd thuis. Om hem meer bewegingsvrijheid te geven is er met de buren een appgroep opgericht. Ik heb een hulphond, die kan mijn jas wel uittrekken, maar niet aantrekken. En het was inderdaad zo, nou, de hond moet uit of ik moet voor boodschappen naar buiten. En dan had ik iemand nodig die mijn jas kon aantrekken. De hond uitlaten werd een probleem, vooral in de wintermaanden als het kouder is. En een van de buurvrouwen kwam tot het idee van, goh, als we met z'n allen een appgroep gaan oprichten, dan kunnen we Pieter helpen. En dat is echt een super idee gebleken. En we hebben nu ongeveer 7 mensen die in die appgroep zitten, die mij kunnen helpen. En als ik hulp nodig heb, dan app ik en dan komt er iemand om mij te helpen. Dan weet ik dat Pieter gewoon goed verzorgd wordt, dat hij altijd hulp kan vragen. Hij gebruikt het met name voor de jas, maar hij kan ook appen voor als hij hulp nodig heeft met eten of wat anders nodig heeft overdag. Dan kan hij gewoon een van de buurvrouw appen voor hulp. En dat is gewoon echt super. Voor Pieter maakt zoiets simpels als een appgroep dus het verschil uit tussen wel of niet zelfstandig de deur uit kunnen. Hij is dan ook blij dat de buren op deze manier hun hulp aanbieden. Vooral vrijheid, want ik ben niet afhankelijk van professionals. Het is vooral, op een gegeven moment, ik kon wel professionele hulp vragen om mijn jas aan te trekken. Maar het is gewoon heel erg duur, dat realiseerde ik maar. En dus toen zijn we op dit idee gekomen. Zij vinden het gewoon heel erg weinig werk en kleine moeite. En ze zijn ook wel verbaasd van hoe belangrijk het voor Pieter en mij voor ons leven is. Dat hadden ze eigenlijk nooit verwacht. Dat het kleine dingetje wat zij doen, dat voor ons gewoon heel erg belangrijk is. De appgroep is genomineerd voor een Mantelzorg Award. Door op deze manier aandacht te vragen voor het idee, hopen Pieter en Maroeska anderen te inspireren. Ook is het een manier om de buren te bedanken. De Mantelzorg Award is het leven geroepen zodat mantelzorgers zoals ik ben iets of iemand kan nomineren waarvoor ik heel veel steun ondervind. En ik had besloten de buurvrouwen te nomineren. Eigenlijk als een bedankje voor een inzet van de afgelopen jaren. Maar het bedankje is inmiddels heel groot geworden. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Ook voor hoeveel positieve reacties ook de buurvrouwen krijgen over wat zij doen. Het is zoiets kleins en het bestaat al zo lang dat buren naar elkaar omzien. Dat we juist heel erg ermee naar buiten zijn gegaan. Van, het is zo'n simpel idee. Dit moeten gewoon meer mensen kunnen doen. En vandaag dat we ook met jullie praten erover.